Yo Nintendo fans, welkom bij weer de volgende Paper Mario video waarin we in de getijden toren zitten en waarin ik niet wilde battelen, maar we toch gaan battelen blijkbaar. Nou, kom erop dan, hoppa, yes. En een hamertje erbij. Ja hoor. In de vorige video hebben we de 3 bollen gevonden die we nodig hebben om deze tempel te openen. En nu zijn we hier en nu ben ik heel erg benieuwd wat we hier dan ook moeten gaan. Ja, oh, ja, oké. Okay. Oh, dit gaat nog... dit ging nog verrassend oké, eigenlijk. Lekker. Hoppakee. Ik weet niet zo goed waarom ik per se hier naartoe ging, maar dit zal ongetwijfeld de bedoeling zijn. Hoppakee, snipperzakkie. En vullen maar dit gat. Ik hoop dat we genoeg snippers hebben hiervoor. Ja, we hebben er net genoeg voor. Krijgen we alleen maar een paar muntjes hieruit? Ik had echt verwacht dat we meer zouden krijgen. Dat was zo'n groot gat. Anyways, we moeten hier naartoe. Ah, en dan hebben we weer dat platformpje nodig. Ja hoor. Laat ik eerst maar eens even allemaal van die krabbies gaan slopen. Dan zijn die alvast weg. Dan hebben we daar in ieder geval geen last meer van. Hoppakee, dat is de laatste. We moeten sowieso ook hier naartoe volgens mij. Kan ik even dit gat dichtmaken? Kan ik hier al opspringen? Nee. Even kijken hoe we dit gaan doen, jongens. We moeten nu daar naartoe dan. Verplicht. Gaan we hier naar beneden? Oh ja, dat werkt dus niet. Dit moeten we timen. We moeten hierop slaan en dan... Hierop slaan en dan... Deze tuin... Nee. Hier moeten we helemaal niet naartoe. Ja, kijk. Dit... Ik weet niet of dit nou per se de bedoeling was. Misschien was dit niet helemaal de bedoeling. Misschien moesten we helemaal dat blok niet in dat gat doen. Ik denk het niet eigenlijk, want... Ofwel, ja wel. Nu kunnen we hier namelijk op. Ja, dit was wel de bedoeling. Dit was prima de bedoeling. Ik ben nog wel even benieuwd wat er in deze blokken zit. Want ik heb het gevoel dat we hier nog wel wat uit kunnen halen allemaal. Ik hoop alleen niet dat er te veel enemies in zitten. Kijk, hier zitten in ieder geval nog 100 muntjes in. Ik ga gewoon alles kapot maken en dan zie ik het wel. Kijk, hier een glanzende vuurbloem. Lekker! Ja hoor. Oh, oeps. Dat was iets te fanatiek. Rustig aan, Rick. Rustig aan. Nou, er zat toch niet heel veel bijzonders in. Maar nu kunnen we in ieder geval met deze zo... naar beneden. Ja hoor. Lekker! En dan kunnen we hier naartoe. Oh shit, oké. Hoe gaan we dit doen? Oh, we moeten weer opletten op welke we springen. Ja. Wat? Oké, dit was zeer verwarrend. Het begon zo. Zo. En dan weet ik het niet meer. Was het weer hier? Was het hier naartoe? Hier naartoe? Ik dacht dat ik dan weer naar deze middelste moest. Hier naartoe? Oh, ga ik dit in één keer goed doen? Nee! Oh, het was bijna in één keer goed. Hij begon links bovenin volgens mij. In plaats van rechts bovenin. Ja. Oh man, oké. Zo, we gingen zo, we gingen zo. En dan hier naartoe. Dan naar deze en weer terug. Dan hier naartoe. Hier naartoe. Dan sowieso naar links. Maar nou weet ik niet meer per se of we dan door naar links gingen. Ja, en dan hier naar boven. Ah, ja, oké. Nou ja, in twee keer. Ik vind het goed genoeg. Hoppakee, muntjes. Hoppakee, gaatje vullen. En naar de volgende kamer. Kijk, en hier stond iets al op ons te wachten. Namelijk dit dingetje voor de vouwarmen. En dan moet ik deze bom naar beneden trekken. Of wat is het? Dit is... Oké, knopje ingedrukt. Ja. En de tanden van de ijsorigant die worden gesmolten. En dan kunnen we straks lekker door... Lekker doorlopen. Kan je niet normaal praten? Kan je niet gewoon even daar blijven zitten? Oh, de ijsorigant mag broodjes gaan smeren met de andere beren. De vuurorigant wint deze ronde. Nou, top. Dan spring ik hier ook even vanaf. Dan pak ik even deze. En dan kan ik misschien wel achterlangs. Ik ga lekker achterlangs. Oké, dan. Jullie, you can touch this. You can touch this. Doei, mazzel! Ik wil niet met jullie battelen, want daar heb ik geen zin in. Oké, we kunnen doorlopen. Is er dan nog iets in deze bek van... Nee, er is niks in de bek van de ijsorigant. En dan kunnen we lekker door snippertjes even oppakken, want we hebben weinig snippers, jongens. We zijn snipperloos. Nou, liever snipperloos dan snipperdagloos. Kijk, al die toads vastgeplakt zitten hier, arme toads. Het worden er wel steeds meer. En er komen hamers aangevlogen.
pad. Hoppa. Let's go, Mario. Ik mis wel een beetje een hulpje die het nu elke keer voor me afmaakt. Die me gewoon helpt bij het verslaan van de vijanden. Want ik moet alles nu zelf doen. Hoppakee. Waarom komt kapitein Toad niet gewoon even met me mee hier naar boven? Dat is toch zo'n legendarische eindbaas van de zeeën. Die kan vast wel meer dan een boot besturen, toch? Hoppakee. Oh, snap. 12 HP. Auw, een hamer op mijn hoofd en nog een hamer op mijn hoofd. Laten we dit even met die glitterschoenen doen, want die doen wel behoorlijk meer pijn. Hoppa! Ondertussen heb ik bijna 20.000 muntjes, dat is lekker. Want we moeten binnenkort even weer nieuwe accessoires gaan shoppen. Even kijken of ik dit gat nog op kan vullen met mijn laatste snippers. Ja, oké. Okay. En dan hebben we ook 100% van de snippers, gaten, dingen hier opgevuld. Ik denk dat we nu met de baas te maken krijgen, jongens. We pakken dit platformpje. We zien nog meer toads vastgeplakt zitten hier op deze toren. We moeten dit lint weg gaan halen. En ik moet hem op zijn bakken slaan. Hapseflats, lekker. Oh my gosh, dit zijn wel even een hoop enemies trouwens. Toads, help mij. Hoppa. Oké, we hebben ze in ieder geval allemaal mooi op lijn staan. Ja, dan ga ik toch echt voor de glitterschoenen. Want hier zitten een aantal enemies bij me die mij behoorlijk pijn gaan doen, denk ik. Hoppa. Ja, kijk, daar moeten we gewoon lekker mee afrekenen. Ja, dit gaat goed komen. Lekker. Hoppakee. En dan het laatste rijtje. 1, 2, 3 en 4. Later. Hoe hoog is deze toren, joh? Holy moly, man. We vinden hier even nog een hartje. Dan zijn we in ieder geval full HP. Ja, dit is het. Dit is het. Dit is de plek waar we de volgende lint moeten gaan doorknippen of afscheuren of whatever ermee staat te gebeuren. Kijk, ja hoor. En er staat ook weer zo'n mooi engelentoodbeeldje hierboven op deze toren. Maar ja, dit lint, dit had hier niet moeten zijn, denk ik. Olivia die zegt, we hebben de top bereikt. Wow, kijk eens hoe hoog we zitten. Ja, inderdaad. We zitten gewoon in de wolken, man. En Olivia zegt ook, kijk eens wat we hier nog meer hebben. We hebben het einde van het paarse lint gevonden. Oh. Oh. Hoe komen we daarboven om de spoel kapot te slaan? Ja. Dit ziet er best wel ingewikkeld uit, jongens. We moeten dus naar al deze vierde plekjes. Maar we kunnen dit niet kapot slaan. En deze ook niet. We kunnen er ook niet overheen springen. En ook bij deze niet. Deze zit ook verstopt achter dat ding. Moeten we hierin springen? Oh, wacht. We horen een stem. Die zegt, hey, aan de kant. Ja hoor, het is een rol plakband. De krenkende klever, meneertje plakband. Ben jij Mario? Ik heb een boodschap voor je van de baas. Kom even hier, dan zal ik hem overhandigen. En jij origami meisje, huppel jij maar lekker terug naar Olly. De volwassenen moeten even praten. Jij wilde korte metten met een lint maken. En nou, ik ben ook iemand die dingen verbindt. Heb je soms iets tegen dingen die andere dingen bij elkaar houden? Neem je mij niet serieus of zo? Zegt deze pratende plakband rol ding. Ja, maar dat hadden we al lang door. We hebben een elastiek gehad, een perforator, een potloden doos. En ja, de plakband is dan op zich logisch. Gaan we battelen, vriend? We gaan battelen. Oh my gosh, ja, hij heeft het teken van Olly inderdaad op zich. Dit wordt lachen, zegt meneer Plakband. Kom, laat maar eens zien wat jullie in huis hebben. Hoe gaan we dit dan weer aanpakken, jongens? Ik denk dat ik sowieso even voor de envelop moet gaan. En ik pak dan ook maar gelijk die kist mee. En dan ga ik hem daarna aanproberen te vallen. Zo staat hij goed. Dan leren we met het envelopje in ieder geval misschien een klein beetje hoe deze baas werkt. Wat wordt er gezegd? Raak de plakbandhouder met je hamer om hem te breken. Oké, dus we moeten gewoon dicht bij hem komen, denk ik. En dan moeten we met de hamer slaan. Kijk, er staan nu wel allemaal mooie dingen gelijk op het battlefield. En Olivia zegt, waarom zaten er zoveel vakken in die kist? Ik heb geen idee. De plakbandrol, die had het in ieder geval net opgeruimd. Die is niet blij met ons. Ik ga hier slaan. En we moeten dat dus met een hamer doen. Ik ga gelijk maar even de glitterhamer gebruiken. Want die doet waarschijnlijk het meeste damage. Hopen dat het ook werkt. Oh ja, uitstekende slag. Oké, 28 HP damage. Hoeveel HP heeft dit ding? Ja, we moeten waarschijnlijk eerst die houder eerst kapot slaan. En dan gaat het waarschijnlijk sneller met het HP, denk ik. Eens even kijken, de volgende envelop. Raak de plakbandhouder aan alle vier de kanten om het hele ding kapot te slaan. Oh, we moeten hem vier keer echt slaan. Duidelijk, totdat we die enveloppen pakken. We hebben de aanknop, we hebben weer het kistje opengemaakt. En dan gaan we hem nu vanaf deze kant slaan. Ik denk dat het eigenlijk wel genoeg is om dat met de gewone hamer te doen. Er gaat toch bijna geen HP vanaf op dit moment. Kijk, hoppakee. Dat is de tweede kant die we hebben geslagen. Moeten we even op blijven letten. Oh, ja, dank u. Ik denk dat ik hem nu nog aan de voor- en de achterkant moet raken. Dus ik ga letterlijk nu gewoon recht vooruit op hem af. Ik pak nog geen verdubbelaars of iets. Die laat ik allemaal lekker liggen tot straks. Ik pak natuurlijk wel gelijk weer het kistje. En dan gaan we hem nu aan de voorkant raken. Hoppakee. Ja, nice.
Dan moeten we hem nu alleen nog aan de achterkant zien te raken. Pas op, Mario. Ah, ik ben elke keer verkeerd met mijn timing. Shit. Oké, nu nog de achterkant. Ja, dit zou moeten werken. Gewoon naar links, recht naar beneden, dan naar rechts. En dan kom ik precies achter hem uit. Dus ik heb hem nu als goed is goed neergezet. We hebben weer het enveloppie. En daarin staat het plakband heeft de vakken die door Mario zijn gebruikt in de schatkisten gestopt. Oké, dat is al gebeurd en ik heb ze er al uit. Volgens mij had ik niet zo heel veel aan die tip. Oké, we staan nu aan de achterkant en dan zou die dus nu kapot moeten gaan, die houder. Bijna, oké. Je ziet dat die wel kapot aan het gaan is. Ik denk dat ik hem nog een keer aan de voorkant moet raken dan. Dus laten we dat gaan doen. Als het goed is, sta ik nu goed. Ja, kijk, nu ben ik weer aan de achterkant. En daar gaan we. Ja, hij gaat wel aardig kapot nu volgens mij. Maar nog niet helemaal hoor. Nog maar eens een klap geven. Volgens mij is dit de goede kant. Aan deze kant is hij nog niet echt heel erg veel beschadigd. Ik pak het hartje, het kistje. En dit zou wel eens de finale knap kunnen zijn, jongens. Ah, nog steeds niet. Hij is nu wel echt bijna kapot hoor, jongens. Alleen hij moet nog rechtsvoor een klap krijgen. Kijk, precies nu aan de rechterkant nog. Oké, ik heb weer het hartje te pakken. Ik heb nu, ja, twee beurten. En als het goed... Ja, kijk, nu kom ik precies op de goede plek weer terecht. Oh, ik heb geen twee beurten. Ik heb double damage. Nou ja, dat is dan maar even zo. Ja, kijk, nu gaat hij aardig kapot, jongens. Nu is hij aardig kapot aan het gaan. Bescherm jezelf. Lekker Mario. Oké dan. Nu kan je duidelijk zien waar we hem nog moeten raken. Ja, ik laat die vuurorigantkracht maar gewoon even liggen. Want ik denk dat we die op het laatst moeten gebruiken. Ik heb nu een plus eentje te pakken. Dus nu hebben we wel twee beurten. Ik ga nu gewoon even de glitterhamer gebruiken. Gewoon om harder te slaan. Dan gaan we eens even kijken wat er gebeurt. Let's go glitterhamer. Hoppa. En we mogen nog een keer. Oh, en dan nu slaan we dus mis. Ja, omdat dit deel al vernietigd is. Dat is zonde van de extra beurt misschien. Maar ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. We moeten het ook leren. We moeten even snappen hoe deze baas precies werkt. Tot nu toe gaat het goed. Ik ben tevreden. Pakken een hartje weer op. We hebben alle briefjes al eigenlijk gelezen. Door, 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 door. En dan hier naar beneden. We moeten binnenkort wel weer even een kistje pakken, denk ik. Want de slaapplekken, niet de slaapplekken, maar de slaapplekken, de plekken waar we kunnen slaan, die zijn volgens mij nu op. We hebben hem bijna verslagen volgens mij, of niet? Hij is ook bijna dood, joh. Zijn HP is bijna weg. Gaan we dit doen zonder de origantenkracht? Of, Ik moet je zeggen, dit gaat eigenlijk wel heel lekker. Dus er is gelukkig weer een nieuwe slaapplek gekomen. Ik maak maar weer een kistje open voor de zekerheid. En dan gaan we hier staan. En dan ga ik ook dit deel maar met mijn hamer kapot maken. Let's go, Mario! En ik ben benieuwd wat er dus nu gaat gebeuren. Want we hebben hem nu gesloopt. Is het klaar? Het is klaar! Nee! Het is niet klaar. Het is niet klaar. Deze baas was niet zo makkelijk. Ik wou net zeggen, Siri, ik dacht het al. Hij is nog niet verslagen. Het kon niet zo makkelijk zijn, want dan zou dit echt de makkelijkste baas zijn. De plakbandrol die zegt, jullie hebben wel lef. Mijn houder een beetje vernielen. Die was niet goedkoop om maar te zwijgen van die sentimentele waarde. Maar als jullie het zo willen spelen, kunnen we het zo spelen. Nu ga je het krijgen. Zie, ja kijk, nu begint het pas. Oh, ja. Ja. Oké dan. Ja, nu heeft hij een upgrade. Hij heeft ook een mooi plukje haar daar zo. En hij zegt, nu ga ik smerige trucjes gebruiken. Zeg maar dag met het handje. En Olivia vindt hem maar een valsspeler. Ja, ik weet niet of het een valsspeler is. Misschien is hij wel hartstikke slim, Olivia. Hij gaat in ieder geval nu aanvallen. Oké. Okay. Oh, wow, wow, wow. Oké, okay, oké. Okay. Wat? Wat? Wat ben je aan het doen, vriend? Doe eens even niet. Hij heeft die vakken dus allemaal vastgeplakt. Ik wil nu gewoon de vuurorigant gaan gebruiken. Oh, wacht even. Ja, oké, ja. Ja, hij is slim. Kijk, nu plakt het dus allemaal aan elkaar vast. Oké, ik moet even extra tijd kopen. Want, jongens, hij is wel beide handjes aan het doen nu, hoor. Potverdorie. Als ik namelijk de tweede ring draai, dan draait de eerste ring ook gelijk mee. En dat is lastig. Oké, weet je wat? Dit wordt niet de sterkste beurt. Ik ga hem gewoon maar proberen te slaan. Want ik kom er niet uit hoe ik nu alles moet draaien. Ik ga met mijn glitterschoenen op zijn bakken springen. Hopelijk doet het genoeg damage. Oké. Ja, we kunnen dus niet op zijn bakken springen. Jongen! Oh nee, nog meer plakband. Nog meer plakband. Kunnen we dat? We moeten dat plakband weghalen, denk ik, met de vuurorigant, jongens. Hopelijk kunnen we die krijgen. Ik ga hier veel te veel muntjes doorheen jagen, jongens. Die Tootsie moet me ook maar even helpen, want ik heb HP nodig. In het slechtste geval. Daar gaan we. 30 HP erbij. Ik hoop dat ik nu op de vuurorigant terechtkom en dat ik hem ook echt kan gebruiken, want de vuurorigant die staat in plakband. Hier is die. Let's go, Olivia! Ja, ik hoop dat we hem gewoon keihard gaan verbranden op deze manier. Ik hoop dat dit heel veel pijn gaat doen op hem. 20 HP. Ja, dat is wel weinig, man. Maar dat plakband is nu in ieder geval weggebrand, dus daar ben ik blij mee. Nou hoop ik dat hij niet gelijk allemaal plakband weer terug gaat plakken. Ja, dat gaat hij dus wel doen. Oh.
Oh. Oké, ik kan niet op hem springen. Dus ik moet het of met mijn hamer doen. Oké, ik heb het kistje gepakt. En dan kom ik nu terecht op inderdaad... Ja, op het vlakje waar ik hem kan slaan. Het was niet helemaal de bedoeling om zo te lopen. Ik heb een klein foutje gemaakt. Maar maakt niet uit. Ik, ja, 3 damage. We kunnen hem nu dus ook niet echt meer met de hamer slaan. Dat gaat ook niet echt meer werken. Oh, wat een rotbaas is dit uiteindelijk geworden. Ik kan blijkbaar wel gewoon over het plakband heen lopen nu. Dus ik kan nu de aanknop aanzetten. Een hartje pakken. En de origantenkracht pakken. Of ik kan hem met mijn handen pakken. Misschien moet ik dat een keer proberen. Dan hebben we in ieder geval alle opties gehad. Ik heb hier het envelopje. De stukjes plakband op de grond zijn kwetsbaar voor vuur. Ja, dat snap ik. Dat heb ik inderdaad doorgehad. Hier is die aanknop. Hier is het kistje weer. Daar zit niet heel veel in nu. En dan ga ik hem nu maar proberen B te pakken. Eens even kijken of dit werkt. Dit zijn de vouwarmen, jongens, in de tovercirkel. Ik kan hem grijpen. Ik kan hem optillen. Ja, dit ziet er goed uit. En ik rol hem een beetje op. En ik trek hem een beetje aan. Trek aan de plakband. Ah, ja, kijk, dit. Dit doet heel veel damage. Nice. Als we dit nog 1 keer kunnen doen, dan is het klaar met meneertje plakband. Verdedigen. Ja, top. Lekker. Ja, dit was een goede move. Heerlijk. Dan gaat hij weer, hoor. Nog meer plakband. Oh, kappen. Oké, we moeten dit gewoon nog een keer zien te doen. Hier is de aanknop. Of we moeten het plakband zien weg te branden. Ja, dat is op zich ook wel een goede optie. Hoppakee, aanknoppie. Vuurorigant staat aan. Let's go. Double damage. Ik denk dat we het misschien net niet gaan redden. Want zonder double damage was het volgens mij 20 HP. Dan zal het nu 40 HP zijn. Volgens mij gaan we hem niet slopen, Moltres. Of ga je hem wel nakken? Ga je hem wel nakken? Het zou helemaal chill zijn als je hem wel gaat nakken. Maar nee, weer 20. Het maakt gewoon niet uit of we double damage hebben. Defense, verdedig, lekker. In ieder geval is al het plakband nu weer weg. Ik weet niet of ik daar heel blij mee zijn, want het plakband wat er net op zat, dat was eigenlijk wel chill. Oh, ik weet niet wat hij nu allemaal voor gekke shit heeft. Hij zit nu echt in een of andere trance, volgens mij. Ik laat de Toads weer helpen voor extra HP, want ik weet niet wat hij gaat doen en ik wil niet dat hij me in één keer sloopt. Oké, ik kan hem waarschijnlijk nu niet heel goed raken. Dus ik pak een hartje, een aanknop, het kistje en dan ga ik hem alsnog proberen te slaan. Maar dat slaan, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Het hartje is erbij. Dat betekent dat we op 144 HP zitten. Het kistje maken we open. Ja, kijk. En nu hebben we dus weer dat we hem kunnen gaan pakken in de volgende beurt. Hopelijk. Ik ga hem slaan. Maar dit gaat waarschijnlijk echt 1 HP damage doen. Dat weet ik. Maar ja, ik moet wat verzinnen. Nul zelfs. Hij heeft zichzelf beschermd. Ik vind het wel leuk om te zien dat hij nu gewoon minder plakband om zich heen heeft. We hebben hem bijna uit elkaar getrokken. Oh, je gaat nog een keer aanvallen. Je doet een dubbele aanval. We hebben hem gelukkig allebei kunnen verdedigen. Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Dit moet het worden. Dit moet hem worden, jongens. We moeten hem nu uit elkaar trekken. Het rolletje plakband. Hoppakee. We staan op de goede plek. We kunnen de vouwarmen gebruiken. Grijp hem. Til hem op. Ja, lekker. Rol hem op. Lekker, Mario. En hoppakee. Trek hem uit elkaar. Ja, hebben we hem? We hebben hem. We hebben hem. Plakband is gone. Wegwezen. Ja, in het begin dacht ik al dat dit veel te makkelijk was. Dat dat hem niet was. En de tweede fase was op zich wel een stukje lastiger. Hij heeft pijn. Hij heeft pijn. Lekker voor je. Moet je maar niet zo stoer doen tegen mij. Hij zegt, dit kun je me niet aandoen. Ik zal veranderen. Ik plak niemand meer vast. Echt. Baas Olly, doe iets. Wreek me. Ik. Oh, nou ja. Laat me hangen. Mazzel, plakbandje. Hij is ontploft. Heerlijk. Ja, en zijn dan ook alle tootjes bevrijd? Ja hoor, ze zweven rustig weer richting de grond. Ja, en dan kunnen we... Ja hoor, dan kunnen we dit paarse lint eindelijk gaan verwijderen. Let's go, Mario. En hoppakee, klap hem kapot. Het vierde lint gaat verdwijnen, jongens. Het vierde van de 5 linten. Dan moeten we hierna nog 1 lintje. Ja, we gaan keihard in deze serie, jongens. Daar gaat hij. Daar verdwijnt hij. Dit paarse lint. Het zat me dwars, jongens. En dan, ja, dat blijft alleen het groene lint over. En het groene lint, dat is wel de kleur van Luigi. Ik mag toch hopen dat Luigi niet te veel in de problemen raakt nu, hè? Yay, het paarse lint is vernietigd. We hebben weer een snipperzak upgrade. Mooie upgrade, jongens. Nu is er nog maar 1 lint over en je ziet hem inderdaad hierachter. En dat is het groene lint. Oh, Olivia die heeft het allemaal niet door, want Olivia staat met de rug ernaartoe. Die zegt, weten we überhaupt welke kleur het is? We hebben het rode gehad, toen het blauwe en toen... Oh, ja, oh, wow, het is het groene lint. Is die de hele tijd al hier? Het gaat maar omhoog en omhoog. Het gaat helemaal voorbij de wolken. Hoe komen we in de wolken? Zo hoog kan Olivia niet zweven en het is te hoog voor mij om te springen. Misschien is hierboven ergens een hint, maar misschien ook niet. Je weet het maar nooit.
nooit. Is dit gewoon de hint? Vier vouwen samen tot één en wijzen de weg naar het paradijs. Ah, dus we moeten deze vier dingetjes allemaal samenvouwen. We moeten hier alle origantenkrachten gaan gebruiken en dan kunnen we dus naar boven. En dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering. Ik ben super hyped. We komen tegen het einde van de game aan, heb ik het gevoel. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo, Paper Mario en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!